doorgaan gewoon op kantoor. Ook juist die onderlinge sfeer en dat zijn ook wel een must have lijkt mij gewoon voor, voor een sales iemand dat je juist een sparringspartner hebt met wie je... met wie je, ja, kunt klankborden, kunt meeluisteren en dat uiteindelijk op die manier aanvliegt. Sales, groei, leads, deals closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de. Kom aan, Piet. Kom aan, de smiley met dollar podcast. Ja, lekker. Mooi. We gaan het hebben over sales bij een agency. Web and Works is natuurlijk een agency. Uh, en het is op veel fronten wel iets anders bij een agency dan bij veel andere bedrijven. Uh, denk aan corporates. Die verschillen gaan we ook even onder de loep nemen. Maar ook bij uh, SAAS. He, als servicebedrijf, zakelijke dienstverlening, is het toch wel compleet anders dan uh, de doorgaans SAAS-industrie. Uh, en ik ben wel benieuwd, en daar gaan we straks op inzoomen, hoe jij daarnaar kijkt en wat volgens jou die grote verschillen zijn. Um, we hebben ook weer een uh, stelling, het <laughs> is echt zo Piet, we hebben een stelling we gaan hem niet vergeten dit keer. Um, zullen we voor de afwisseling gewoon meteen meteen erin gooien nu het er toch ook ja, over Ja, dat ja, deden we altijd al, traditie getrouw, maar hij kwam altijd even te laat. Ja, dus laat ah, gewoon de bedoeling is inderdaad, <laughs> begin erin, oké okay, komt ie. Um, sales bij een agency is niet te vergelijken met een corporate. Nee, dat. Uh, <laughs> volledig mee eens. Kijk, ik denk uiteindelijk bij een corporate dat je, dat je te maken hebt met, uh, met hiërarchie. Uh, en uiteindelijk ook uh, ja, de ideeën die je hebt, de inbreng. Uh, de, in, de, de ideeën die je hebt, dat die niet zo snel van de grond afkomen als bij een ADC. Mm -hmm. Dus dat je. Ja, afgerend wordt wellicht. En dat je gewoon de regels moet volgen. En niet buiten de lijntjes mag treden zonder, zonder onderling overleg. Je mag niet creatief zijn. Exact. Oké, okay, en waarin ben jij wel creatief dan nu? Nou ja, ik denk dat uiteindelijk, eh, wat ik vaker zeg, voor, voor het closen van een deal leiden er meerdere wegen richting Rome. Zo ook bij ons salesproces. Daan pakt het toch wel vaker anders aan dan ik. Ik denk dat ook meer mensen mij kennen dan, dan Daan. Nou, dat komt door mijn LinkedIn aanwezigheid. Nou, dat doet Daan bijvoorbeeld niet. Nee. Nou, wat is dan uh, een verschil is of hoe doe ik dat anders dan? Nou ja, door, door bijvoorbeeld mijn LinkedIn aanwezigheid, waarbij ik dat consequent consistent inzet. Ja, oké. Okay, maar jij zegt eigenlijk die vrijheid, die krijg ik nu bij Rap Works uh, als agency. En bij een corporate zou dat niet mogen. Nou ja, kijk, ik, dat, dat weet ik niet, want ik heb zelf niet voor corporate gewerkt. Maar ik, als ik verhalen hoor, dan, dan weet ik wel, als ik die verhalen moet geloven. Dat, je, dat je, eh, je, je werkt samen in een team. Uh, er wordt vanaf bovenaf bepaald, zo, zo gaan we het doen. Dit zijn de targets. En je moet het op manier x doen. En je hebt geen vrijheid om het op manier, op manier y te doen. Want wij zeggen dat het zo moet. Dus dan doe je het zo. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat klinkt bekend. Ik heb zelf ook nooit voor een corporate gewerkt. Maar ik kan me voorstellen dat het zo werkt daar. Um, ik wil dan om die reden ook eventjes. Echt goed stilstaan om een heel goed beeld te krijgen bij jouw werkzaamheden. Hoe ziet jouw week eruit? Ja, hoe ziet mijn week eruit? Nou, valt die überhaupt samen te vatten? Ja, ja die, valt, die valt wel samen te vatten. Ik denk dat het nu een combinatie is van LinkedIn-trainingen... zelf sales doen, opvolgen. Hè, dus met name bij de laatste fase betrokken zijn bij het closen van de deals. Um, ja, en ook het uh, stuk LinkedIn. Hè, dus, dus content creëren, publiceren, daar aanwezig zijn maar Voornamelijk wel die eerste twee. Dus LinkedIn-trainingen verzorgen... en uiteindelijk ook gewoon voor zorgen dat we deals closen. Ja, en dan weet ik dat je ook heel veel tijd stopt in training. Lezen, train geven, maar zelf ook trainen. Als in veel boeken lezen. Ik zag je vanmiddag weer een cursus online doen. Over LinkedIn natuurlijk, maar ja. LinkedIn Ads. Heb je nog tijd voor je vriendin? Heb je nog tijd voor je vriendin? Ja, ik heb ook nog tijd voor mijn vriendin. Dus we zitten nu in de avond podcasts op te nemen. Straks liggen ze, ze klaar. <laughs> Straks ligt ze klaar. Ik zou je een foto sturen. Ja, doe maar. als bewijs, want dat geloof ik natuurlijk niet. En die gaat ook online, dat weet je. Ja, dat is goed. Maar ja, Dat vindt ze goed. Ja, maar je hebt te tegenwoordig een app, hè? Hoe heet die app ook alweer? Dat weet ik niet. Uh, Waar je op doelt? Ja, Sandpick of zo. Nee. <laughs> ja, dat is zo'n nieuwe app die echt mega hard groeit. Dat je... Oh, dat je... Get Deal. Nee, get real. Ja, get real. Nou, ik zie wel even een foto op hier. Get real vanavond. Ja, get real is het anders. Maar ja. get real. Ja, get real. Ja, dat ja. is voor je marketing deep dive podcast. Dat is niet wat voor tijdens de sales podcast. Weet je wel, topic, maar die groeit zo hard omdat het uh, van een moment is. Een momentopname. En hij neemt dan zowel de voorkamera als de, je, je selfie als het ware. Ja. Ik uh, ben wel benieuwd. Uh, Piet, nou, bij deze krijg je waarschijnlijk uh, één plafond te zien en uh. <laughs> jou. Oké. Okay. Volgens mij moesten we het daar niet over hebben. Hey, de, 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 de weken zijn een beetje bekend, maar maak jij zelf je dagindeling? Nou, ik weet het antwoord wel. Maar hoe, uh, hoe doe je dat? Hoe bepaal je dat? Hoe ga je met je planning om? Ja, hoe ga ik met mijn planning om? Ja, kijk, ik probeer wel gewoon strak in mijn agenda te plannen. Wanneer doe ik wat? Dus aan het begin van de dag schoon ik even mijn mail op. Kijk, check ik, heb ik mails binnen? Om dan dat ook gelijk weer af te sluiten. Want anders blijf ik in mijn mail scrollen en, en refreshen. Dus dat werkt sowieso niet. Aan het begin van de dag standaard even de mail. Dan heb ik eigenlijk vanaf tien vanaf uur heb ik, mijn, heb ik mijn eerste afspraken. Heb ik in de tussentijd ook wat LinkedIn activiteiten uitgevoerd. Denk aan reageren. Zelf wat posten. Nou, dat eigenlijk. Standaard riedeltje. Ja, en door de dag heen heb ik gewoon mijn afspraken. En uh, ja, rond vier uur. Ja, na vier uur heb ik doorgaans geen afspraken meer. Open ik weer mijn mail, uh, wikkel ik daar de laatste dingen af. Uh, Schoon ik ook het CRM op. Hè? Dus uh, bekijk ik ook van hey, gesprekken gevoerd, updates ingevoerd. Uh, moeten daar nog mails, follow-ups uh, verstuurd worden? Zodat ik op die manier uh, ja, weer naar de volgende dag toe kan. Ja, maar daar zit dus, daar doe ik eigenlijk op heel veel vrijheid in. Ja, en die vrijheid die gaf je net eigenlijk ook aan. Die verwacht dat dat minder zal zijn bij een corporate, omdat je waarschijnlijk wel in een grote team zit. Bij ons is ook simpelweg veel vrijheid, omdat we maar met z'n drieën uh, sales doen. Ja, want wat je kijkt, we, we, we hebben natuurlijk ook gasten gehad bij de podcast. En die gasten zeiden ook vaak: van ja, wij hebben gewoon belblokken. Ja. Hè, dus ja, laten we ervan uitgaan dat het ook zo bij corporates is, dat je gewoon met z'n allen op bepaalde blokken gewoon vast gaat bellen. Ja, ja doen we niet bij ons. Nee. Maar zou dat helpen? Zou dat helpen? Moet ik denk we het doen? wel. Ik denk het wel. Moet je ja. we dat doen? Ja, ik denk dat het goed zou zijn. Juist ook om. Nou, koud bellen lijkt mij sowieso nog de beste leerschool die er is. Om gewoon af en toe even koud te bellen. Ja. Get, uh, get back at the real shit, zeg maar. <laughs> <laughs> en gewoon eens ja, met elkaar te bellen en feedback te verkrijgen en horen, horen wat, er, wat er wordt gezegd. En ook weer op je bek te gaan en daar ook weer van elkaar, uh, ja, met elkaar van te leren. Ja. Precies, maar goed, het, het koud bellen doen we bijna niet meer. Nee. Jij zegt het zou goed zijn, of eigenlijk als ik het zo wil zeggen, gewoon om weer van te leren, om jezelf scherp te houden. Ja, ja. misschien ook een discipline-dingetje. Van Je moet het af en toe doen, het is kut, maar daar moet je juist doorheen. Ja, sowieso, 100 procent. En met elkaar is het ook niet saai om te doen, dan, dan kun je elkaar wel opheppen. Ja. En anders heb jij daar materiaal voor, toch? Dat we <laughs> blijven gaan. <laughs> Juist. Ik komt net van een festival af, lekker. Ja, dat dacht ik al. Ja. Nee jij. Ik heb het over jou. Oh, oh nee, <laughs> nee, 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 nee. Oké, okay, maar toen um, okay, nou hebben we de vergelijking met corporates gemaakt, wat ook op ons lijstje staat. is een vergelijking maken met SAAS. Nou, laten we die meteen even definiëren dan. Hè. Software as a service. Oké, okay, maar daar heb je natuurlijk ook allemaal gradaties in. Uh, waarbij het uh, product zichzelf, uh, zichzelf moet verkopen... waarbij er eigenlijk geen mens aan te pas komt. Uh, het product moet zo duidelijk zijn, de website moet zo duidelijk zijn... dat je een trial aanvraagt en dan moet het een makkelijk product zijn. Eventueel met een explainer en van die uh, pop die je door de toe heen praten. En als je echt vastloopt, nou, dan kan je met veel moeite... misschien customer successen aan de lijn krijgen... om je uiteindelijk uh, een tevreden kwam te maken. Ja, daar hebben we het niet over voor de duidelijkheid... Eh, het ging er al bijna maar niet over, maar toch gaan we het daar niet over hebben, omdat we het eh, interessant vinden, natuurlijk, hoe sales opereert binnen een, ja. een SAAS-organisatie. Ja. Dus laten we er wel van uitgaan dat het lange sales cycles zijn, grote orderwaarden, waarbij sales nog wel zijn best moet doen om je uiteindelijk aan het abonnement te krijgen. Wat verwacht je dat de grote verschillen zijn met een SAAS? Ja, nou, ik heb al één dag meegelopen bij, uh, bij een SAAS-oplossing, dat was bij Studytube. Kijk, en wat je daar zag binnen die organisatie was dat er uh, hele duidelijke rollen waren binnen sales. sales: Sales Development Representative, SDR's, account executives. En daarboven eigenlijk uh, de, de sales manager. En die ging ook vaak mee met de account executive om, uh, om de deal te closen, of die was er digitaal bij. Uh, consultants intern werden er niet bij betrokken. Hè, dus het was ook gewoon enkel sales die dat, uh, die dat oppakte. Ja, en SDR's waren voornamelijk aan het aanboren. Hè? Uh, inplannen, 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 meters ja. maken. Uh, ondertussen is StudiTube zo ver gegroeid dat ik ook weet... dat ze nu een hele marketingmachine daarvoor hebben staan. Ja. Uh, dus dat is door de tijd uh, heen uh, veranderd. Maar antwoord op je vraag. Kijk, uiteindelijk denk ik bij dit soort SaaS-oplossingen... dat het dus uh, ja, verschillende afdelingen heeft... waarbij ze uiteindelijk uh, in een in sales team opereren... en dat uiteindelijk aanpakken. Ja, ja precies. Dus... Dan heb je een echt een onderscheid bij uh, SDR en account executive rollen. Ja. En dan is het automatisch, denk ik. Je hebt het de tijd over vrijheid. Daar zal helemaal geen vrijheid zijn als je in een groot team van SDR zit. Dan wordt het weer callcenter werk. Ja, precies. Dus ik spreek ook regelmatig met SDR's bij, bij, bij echt uh, uh, gewoon belbureaus. En ja, die hebben gewoon targets. Dus zoveel moet je bellen vandaag. Ja. Zoveel afspraken moet je inplannen. En gewoon die telefoon moet gewoon rinkelen en je moet gewoon mee te smaken. Ja. er is dus gewoon deuren intrappen en, en gas geven. En ja, dan kan ik me voorstellen dat je weinig ruimte hebt om, om daar zelf een uh, inbreng in te hebben. Ja, hoe het team, hoe minder vrijheid. Klinkt logisch. Ja. ja, maar hoe zie je dat zelf? Nou, ik denk dat het ook zo is. Kijk, groot verschil denk ik ook is wij opereren eigenlijk alleen in Amsterdam. Uh, doorgaans een grotere SAAS, waar we het over hebben, is zelfs vrij snel um, sowieso internationaal, maar ook gewoon wereldwijd bezig. Ja. Ja, oftewel uh, Engels van de voertaal zijn, praktisch uh, verschilletje, ja. waar bij ons gewoon Nederlands is. Um, en ja, je kan ook vanuit uh, CEO of recruitment perspectief makkelijker buitenlanders dan recruiten. Ja. Uh, die dan ook daar werken. Oftewel uh, gewoon uh, de remote mensen aannemen. Dus buitenlandse. Uh, mensen die, weet ik veel, in Amerika werken en de Amerikaanse markt bedienen, die kun je ook makkelijk daar aannemen. Remote is wel wat gebruikelijker in de SAAS-wereld. En bij ons als agency proberen we toch echt een team te bouwen, een teamgevoel neer te zetten. En dus ook op kantoor te werken. Ja. Nog een praktisch uh, verschil, vermoed ik. Uh, ja, ik vind, vind het ook wel lekker om, om iedereen gewoon hier zoveel mogelijk te hebben. Ja, ga je daar wel steeds meer van af of, of blijf je daar wel echt bij? Nee, het wordt wel weer meer op kantoor om gewoon dat teamgevoel echt neer te zetten. Ja. Ik vind dat echt heel belangrijk bij een agency, omdat wat wij doen zo complex is. Daarom bieden we ook zoveel vrijheid. Want je wil uiteindelijk ook zelf ontwikkelen en je wilt zelf kijken waar je beter in gaat worden. Natuurlijk is er wel veel begeleiding daarin, met allemaal verschillende sessies die we doen. Maar ondertussen wil je ja, wel gewoon dat teamgevoel hier neerzetten. En dat werkt nog eenmaal makkelijker als je elkaar ook gewoon af en toe ziet. Ja bij de koffie, bij de lunch uh, en uh, ja, de, dat, dat is gewoon uh, maar korte lijntjes elkaar gewoon even kunnen aantikken als je een vraag hebt in plaats van moeten slekken en zoomen, uh, makkelijker. Ja. Maar uh, dat hybride werken dat blijft, want ik wil wel de vrijheid bieden dat als jij chill vindt om één, twee dagen thuis te werken. Dat is ook wel een beetje de limiet wat mij betreft. Overigens is het geen harde limiet, je mag het zelf weten. Maar richtlijn is. Zorg in ieder geval voor dat je drie vier dagen op kantoor bent. Ja, nou ja, ja, begrijpelijk vanuit uh, je beredenering. Ja, dat is ook leuker. Ik Ga straks drie weken thuis zitten? Ja, doe maar, alle <laughs> vrijheid. <laughs> Zolang het goed gaat, alle vrijheid. Ja, ja, ja. ja maar zou je, jij houdt niet zo van thuiswerken toch? Zou je dat willen? Nee, nee. Nou ja, hou ik van thuiswerken? Uh, nee, eigenlijk niet. Dus ik vind het juist wel fijn om, 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 om op kantoor te zijn, maar dat hangt ook een beetje af. Van waar mijn afspraken zijn. Zoals bijvoorbeeld morgen moet ik naar Woerden toe. Ja, gewoon zelf in Utrecht. Dus. En ja. ja, dan kan ik nu wel naar, dan kan ik wel naar Amsterdam komen. Maar dan. niet niet zoveel zin. Heeft niet zoveel zin. Maar doorgaan, gewoon op kantoor. Ook juist die onderlinge sfeer. En dat zijn ook wel een must-have, lijkt mij gewoon voor, voor een sales iemand. Dat je juist een sparringspartner hebt. met wie je. met wie je, ja. kunt klankborden, kunt meeluisteren. En dat het uiteindelijk op die manier aanvliegt. Ja, ja precies. Dus. Uh... Ja, snap ik. Ik vind het zelf ook lekkerder op kantoor werken. Ja. Je hebt, heb je ook gewoon een duidelijke werk-privé balans, zoals die bij mij wel eerlijk vaak zoek. Ik ben altijd wel ermee bezig voor mijn gevoel, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Het is meer opmatig bijna. Maar het is voor veel mensen juist wel lekker om naar huis te fietsen en daarmee de deur uh, achter je dicht te doen. Ja. letterlijk Maar True. ook gewoon uh, uh, ja, je werkdag af te sluiten dus. Denk je dat het bij corporates anders is? Dat je een hogere werkdruk hebt en dat het anders ervaart en et cetera? Nee, nou in de sales bij ons denk ik niet dat jij een hogere werkdruk ervaart. Bij nee. de growth managers is dat wel anders, omdat klanten natuurlijk altijd geleverd moeten krijgen. Uh, dus ja, daar staat wel degelijk de druk er altijd op. Ik denk niet dat het bij corporate meer druk is. Ik verwacht eerlijk gezegd, ja, ook een aanname. Ik verwacht dat het eerlijk gezegd juist wat minder zal zijn. Ja. Ja, ik hoor wel eens verhalen omheen en denk ik, jeetje, dat is wel echt een chill leven. Volgens mij weet niemand of je nou wel of niet op de loonlijst staat. Volgens mij doe je gewoon maar wat. <laughs> ja, dat is natuurlijk ook wederom dat we zo klein zijn hier onmogelijk. Dus we hebben wel vrij goed in de gaten wat er allemaal gedaan wordt. En inderdaad, ik wil al die vrijheid bieden als er een goed idee is. Daan kwam met een idee om een nieuw webinar te geven over een nieuw onderwerp wat voor ons allemaal nieuw was. Ja, dat moedig ik alleen maar aan. Dat vind ja. ik juist vet, want ik vind dat ook bij ons passen. Als creatieve agency, out of the box denkend... Vind ik dat we juist die vrijheid moeten bieden. Voorwaarde is alleen dat al je mensen die A-player zijn, waar ik altijd zo op hamer en ook voor zo trots op ben in ons geval. Want we, ja, we moeten er wel uh, voor zorgen dat we die vrijheid kunnen bieden. Ja. Uh, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, true. Ja, en ik zit ook wel te denken nu, uiteindelijk, met betrekking tot het onderwerp, he. uh, uiteindelijk uh, sales bij corporates versus uiteindelijk bij of uh, sales bij een agency. Kijk, ik denk uiteindelijk ook voor de luisteraar. Dat, dat, zodra je als, als sales rep, sales professional hè, ideeën hebt, opper ze binnen de organisatie ga daarmee aan de gang. En genoeg voorbeelden, denk ik, van die ideeën die je oppert om af te kijken. En dat ook gewoon zelf te beginnen. Kijk, ik weet ook nog goed, of ik weet gewoon uh, hoe wij bijvoorbeeld onze webinars organiseren. Nou ja, en dat vraagt ook geen hogere wiskunde. Ik bedoel, we hebben webinar geek, we hebben een prima presentatie, we hebben een goede microfoon. En, uh, en we staan gewoon en uh, ja, ik hoor soms wel eens mensen, de, als ik een idee, als een webinar opper, ja dan moet ik een studio afvoeren. Ja. Ja. <laughs> ja, maar dat is wel corporate stijl. En daar moet het natuurlijk altijd perfect hè ja. Want dat is ergens ook wel logisch. De stakes are high. Je wil gewoon dat je goed overkomt als bedrijf met zoveel werknemers en zoveel omzet. Ja, bij ons is dat natuurlijk allemaal gewoon een beetje houtje touwtje. En dat zie ja. ik als, een, als iets positiefs. Gewoon ja. lekker snel kunnen starten. Wij kunnen over een kwartier een webinar organiseren als we willen. We, we hebben gewoon een laptop nodig. We hebben die belletjes hier. That's it. That's ja, it. het onderwerp. Ja, ja. We hebben het al honderd keer doorgenomen. Maar inderdaad, ik snap helemaal wat je zegt. Want ik uh, ben uh, nou, vaak te vinden bij, uh, bij grote bedrijven. Waar uh, ja, inderdaad uh, er hele lijsten worden overhandigd. Van oké, dit zijn we van plan te gaan doen. En dit moeten we daarom allemaal huren. En dat is echt. Twee of drie schermen, een cameraploeg uh, en uh, uh, ook echt veel ingewikkelde technische dingen. Als in, zodat je echt een studio setting krijgt à la Jinek of Bo. Maar dat is nou net niet de bedoeling. Het moet juist simpel, authentiek zijn en een hoog tempo. Want hierbij geldt echt bij dit soort activiteiten, kwantiteit maal kwaliteit is resultaat. Ja? Als je te veel op kwaliteit gaat zitten, gaat de kwantiteit omlaag. Want hier zien ze al maanden tegenop... Ze doen een maanden over dan nou moet je nagaan hoeveel mensen daarmee bezig zijn en wat het daarmee dus indirect kost. Ja, om uiteindelijk dus één webinar neer te zetten. En dan hebben ze misschien 100 aanmeldingen. Maar in diezelfde periode hebben wij zo'n fractie van de tijd eraan besteed. En hebben wij misschien wel tien webinars gedaan. Want wij doen er twee, drie per maand. Dus ja. dan hebben wij misschien ook 100 aanmeldingen. En eerlijk, ik denk er wel meer. Want ja, we gaan ook testen wat het beste werkt. We hebben meer data daardoor. Ja, en dan hebben we misschien tien keer zoveel uh, uh, aanbod, we misschien wel twintig. Ja, want het stond op de planning om nog, nog, nog een greenscreen te kopen voor onze webinars. Is die wel ondertussen besteld, eh, Jordi Bron? Nee, nee, ook eigenlijk om diezelfde reden. Van, ja, we kunnen het doen, maar we gaan het dan heel ingewikkeld allemaal maken. En ik vind die doorloopsnelheid wel belangrijk. Inhoudelijk moet het gewoon goed zijn. Maar twee keer acht is meer dan één keer tien. Ja, trouwens. Twee keer zes trouwens ook. <laughs> Ja. ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, snel gerekend en ook uh, ja, logisch te bredeneren. Ja, ik zie je nog steeds rekenen. Ja, <laughs> ik blijf soms even erin hangen. Maar kijk, we hebben nu ook gewoon een goede podcast met goed apparatuur. Dus ook met de tijd gekomen. Eerst kwantiteit, meters maken, leren. leren analyseren, evalueren. Mooi. En herhalen met beter apparatuur. <laughs> Ja, nee, we hadden echt hele dure microfoons. Uh, en dit, deze, deze is een gradatie lager eigenlijk, maar iets beter voor de niet-studio waar we in zitten. Want wij hebben dus geen studio afgehuurd, maar wel uh, goede apparatuur. Dus we begonnen heel simpel. Ja. Toen werd het heel erg duur. Maar toen bleken we een hele studio daarvoor nodig te hebben. Toen hebben we hem weer een beetje afgeschaald naar wat praktischere microfoons, zoals deze. Vind jij dat sales bij Red Panda Works door de jaren heen is veranderd? Want we hebben het nu over sales bij een Agency. Als je nu sales bij een Agency zou samenvatten versus vier geleden, of als ik dat toen aan jou had gevraagd, had je het dan anders beschreven dan uh, omschreven als uh, vandaag de dag? Hoe onze sales door de jaren ontwikkeld is? Ja, hè? ja, ik bedoel, B, is jouw visie op sales veranderd? Jouw aanpak misschien met betrekking tot sales, oh, hoe je ernaar naar kijkt. Ja. Uh, nou, dat is wel een leuke vraag, want ja, is het antwoord. En dat is eigenlijk ook omdat wij zelf een transitie doorgemaakt hebben. Van simpel pakketjes rechttoe recht aan verkoop. Naar heel breed. Ingewikkeld, echt high-end. We hebben ons gisteren nog een beetje. Ja, dit is echt wel borstkopperij, maar vergeleken met Ajax. Je start ook niet zomaar bij Ajax. Ja, de jeugd misschien. En we hebben ook wel een eigen opleidingscentrum om even die vergelijking door te trekken. Maar ja, het is wel. Uh, High-end geworden. We zijn wel daarin echt wel toonaangevend, durf ik echt wat te zeggen. Maar daar zijn we niet begonnen. We zijn echt jaren geleden begonnen als een hele eenvoudige agency, kunnen we wel zeggen. Waarbij je gewoon pakketjes verkocht. Ja. Simpele blogs verkocht. Ja. Nou, uiteindelijk is dat uh, uh, door de jaren heen ontwikkeld tot iets groots. Ja, ja. true. En dat hey, denk ik wel. Ja, yeah, great things take time, toch? Yeah, ja, great things, things take Ingewikkelde zin. Egenmine. Ja, en op de achtergrond hoor ik wat mensen praten. Gaan ze door de podcast heen, denk je? Ja, ik denk het wel. In dit geval wel. Gewoon gaan doorgaan, Piet. Oké, okay. nou welkom Kwaliteit, bij de... maar kwantiteit. Wel, welkom bij de podcast, buurvrouw. Ja, zo is het. <laughs> Het <laughs> is de zoomakenink. <laughs> Oké, okay, knippen we hem er niet uit. Nee. Wij zijn authentiek, Piet. We gaan gewoon door. Ja, en anders mag ze ook even bij ons komen zitten. Is altijd wat. Tuurlijk, Natuurlijk. we hebben vaker gasten, zeggen we dan. Nee, maar um, heel kort nog eventjes. Door de jaren heen grotere pakketten duurder geworden. Dat klopt inderdaad. Um, dus ja, je ziet wel dat daar een iets andere sales-tactiek ook voor nodig is. Ja, ja dat is het eerlijke antwoord. Dat denk ik uh, dat je dat uh, goed ziet. Ja. Maar ja, goed, we, dat, zo begin je niet. Je starten inderdaad uh, meer uh, als uh, zeggen we, 100 euro uh, pakketdiensten. Uh, uh, ja, en de gemiddelde orde bij ons is een paar duizend euro nu per maand. Ja. Dus ja, dat uh, is wel wat anders geworden. Ja. ja, maar ik denk ook voor de voor de luisteraar ook daarover. Kijk, uiteindelijk draait het ook om je als je je ideale sales aanpak uh, wil vinden of wil ontdekken vergt dat ook gewoon meters en ook aan de achterkant in je propositie wellicht uh, aanpassingen. Ja. En daarmee doel ik op uh, de, de, de stijl waarop je verkoopt moet ook aansluiten bij hetgeen wat je verkoopt. Mm -hmm. Kijk, omdat we nu ook juist meer naar premium sales ga, uh, gaan... Ja, hamer ik ook iedere keer bij onze sales meeting op het feit dat ik wil dat we doorgaan met gasbloggen. Bijvoorbeeld een Frankwatching, omdat ik daarin ja, zie, daar zit die doelgroep van ons. Ja. En daar komt ook die premium seller op binnen. Ja. iedereen voor onze webinars. En dat zijn ook dingen, zaken die we nu steeds vaker en consistenter gaan oppakken. Ja. Zeker, maar daar is overigens ook naar geluisterd, ja. want uh, we zitten even met vakantie waardoor het uh, niet snel genoeg gaat. Uh, volgens jou, mee eens, ik zou het liever ook sneller doen. Maar ja, je bent wel afhankelijk van mensen die ook op vakantie gaan helaas Piet. Dus uh, ik waardeer je enthousiasme. Wordt gewerkt, want ik voel de druk. Bij Jordi moet je af en toe op de bal zitten, letterlijk. <laughs> nee, niet letterlijk. Nee, <laughs> zeker niet. <laughs> Oké. Okay. Nee. Heb je nog iets aan toe te voegen? Ik heb er niet iets aan, uh, aan toe te voegen. Ja, laten we snel doorgaan met uh, gastloggen. Gastloggen. En ik heb er wel iets aan toe te voegen. Luisteraar, we zijn hard op zoek naar mensen. Eh, uh, sales professionals. Uh, mensen die ons team kunnen versterken. Ja. Dus uh, ja, luister je en voel je een keer geroepen om, uh, om een dag mee te lopen met ons. Om eens een dag met Pieter S. of met Daan Smal mee te lopen. Of met de grootste baas, Jorrie Bron. <laughs> Stuur ons even een bericht. Nou, dat is waar. Dankjewel. Dat is wel echt een goede toevoeging. We hebben inderdaad in onze sales meeting vorige week... Ook aangegeven, oké, okay, er is wel veel ruimte nu om uh, een sales iemand, junior sales kan ook, aan te nemen om in de voetspoor van de grote Pieter S uh, te treden. Dus ja, dat, uh, daar is ruimte voor. Dus als je denkt, hey, dat is aantrekkelijk, die sales bij een agency. Redpanda.works. Redpanda.works redpanda jobs. Nee, ja, die gaat inderdaad naar de nieuwe site. Ja, dat oh, ja. <laughs> ja, is een nieuwe site. Oké, okay. top. Dankjewel Piet. Oké, okay, Jornie bedankt. Piet. Hoi. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast-app? Het helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.